Welkom, beste leerlingen, bij het filmpje van deze week. We gaan het deze week nog verder hebben over de stad, waar we dus al 2 weken mee bezig zijn, maar dan natuurlijk wel in de middeleeuwen, en de bouwkunst die je in zo'n stad kan tegenkomen. Deze week staat niet zozeer de handel of het ontstaan van de steden centraal, maar hoe het leven er in die stad nu eigenlijk uitzag. En hoe er natuurlijk ook gebouwd werd. Nu eerst even kijken we naar de moderne tijd. Wij hebben ook nu allemaal beroepsverenigingen. En dat zijn dus verenigingen van mensen die hetzelfde beroep uitvoeren en die heel vaak zichzelf strikte regels opleggen voor je daartoe mag toetreden. Omdat die beroepsverenigingen vaak heel wat voordelen hebben. Bijvoorbeeld voordelen voor de belastingen, voordelen voor klanten enzovoort. Soms zijn die ook verplicht. Jullie gaan een aantal voorbeelden zien in je cursuspagina 126, bijvoorbeeld artsen, architecten, geneeskundigen, en allemaal verplicht om deel te nemen aan zo'n beroepsvereniging. Zijn zij niet aangesloten bij die beroepsvereniging, mogen zij hun job ook niet uitoefenen en zullen ze daar boetes voor krijgen. Het is aan jullie om even na te denken waarom bepaalde jobs verplicht zijn om bij die beroepsvereniging te gaan en bijvoorbeeld iemand die in een winkel werkt of een winkel heeft, dat eigenlijk niet moet doen. Nu, wat zien we in onze tijd ook? Jullie hebben al hopelijk al wel eens gehoord van de vakbond. Links zien jullie een voorbeeld van een bepaalde vakbond die aan het staken is. Dat zie je dat ze allemaal hetzelfde kleur hesje dragen. En het is de jeugdzorg die in dit geval aan het staken is. Ga zeker eens kijken naar dit filmpje, want daar wordt uitgelegd wat de vakbond eigenlijk is. Even in het kort, het is eigenlijk een organisatie die opgericht is om te ondersteunen en te helpen bepaalde beroepen, om hen te verdedigen ook in de politiek. Het zijn ook zij die stakingen organiseren. En een staking wil zeggen dat je het werk neerlegt. Meestal is het een manier om duidelijk te maken van kijk, dit gaat zo niet meer. Een staking is ooit begonnen als een drukmiddel tegen de fabrieksbazen. Want per dag dat de arbeiders natuurlijk staakten, kwam er geen geld binnen. Nu is dat vaak niet meer het geval, is het eerder een soort van de maatschappij platleggen, om zo duidelijk te maken dat het niet verder kan. Maar dus meestal, al kan je ergeren aan zo'n staking, heeft die wel een goed doel. Nu, wat is er in de middeleeuwen? Van waar komen die vakbonden en de verenigingen? Dat gaat helemaal terug tot de middeleeuwen, tot de ambachten en de gilden. Prachtige woorden. We gaan even kijken wat ze willen zeggen. Een ambacht is een beroep dat je met je handen uitoefent. Als jouw mama of papa dus een bankier is, dan is dat geen ambacht. Wanneer jouw mama of papa bijvoorbeeld een bakker is, dan wel. Dus dit is een beroep waarbij je echt iets gaat maken met je handen. Wat dus in de middeleeuwen de meeste mensen hadden. Je had ofwel ambacht of je had koopslieden. En bankiers, dat waren vooral joden, dus dat telde niet echt mee. En een gilde is een vereniging van allemaal ambachtslieden met hetzelfde ambacht, die zich dus samen gaan groeperen. Jullie hebben daar die taak vorige week over gemaakt. Ga daar zeker eens voor kijken, want ik heb een verbetersleutel op de smartphone gezet. Nu, wat kennen jullie? Jullie weten dat in de middeleeuwen de standenmaatschappij aan de orde was. Deze piramide hebben jullie al vaak gezien. Met de koning helemaal bovenaan, de klerus daaronder, slechts 4% van de mensen, 6% is adellijk en 90% is die derde stand. En die derde stand, dat zijn kooplieden, handwerkslieden, stadsproletariaat en marginalen. Je ziet daarvoor een oefening op pagina 129. Proletariaat zijn de gewone arbeiders, mensen die dus niet echt een ambacht hebben en eerder gaan helpen bij andere ambachten of bij andere gildes. En de marginalen, je hoort dat bij het woordje marge. Ondertussen gebruiken wij marginalen als een soort scheldwoord, maar vroeger gebruikten we het woord marginalen voor die mensen die buiten de maatschappij vielen. Bijvoorbeeld iemand met een besmettelijke ziekte. Die werden natuurlijk buitengesloten, dus die vielen in de marge, dus marginalen. Nu, wie woont er allemaal in die stad? Dat is enorm veelzijdig in de middeleeuwen. Want er wonen heel wat boeren die gewoon 's ochtends naar hun velden vertrekken die vlak buiten de stadsmuren liggen. Maar natuurlijk ook kooplieden, wevers, bakkers, koopmannen, arme dagloners. Je ziet hier een afbeelding van enkele leprozen. Mensen met lepra die dus door de stad moeten. Ze hebben van allerlei zaken aan hun kleren hangen om duidelijk te maken dat zij besmettelijk zijn. Het is een heel veelzijdig leven en dat moet georganiseerd worden. En men merkt al gauw dat er in de middeleeuwen sprake is van continuïteit en toch verandering. Geschiedenis en tijd staan nooit stil. De standenmaatschappij blijft bestaan. Dus drie standen dat je daar ziet, klerus, adel en derde stand, dat
blijft. Maar in de derde stand ontwikkelt zich ook een rangorde. En die gaat van kooplieden naar ambachtslieden naar proletariaat. Je krijgt dus eigenlijk een beetje een piramide in een piramide. De kooplieden staan helemaal bovenaan. Alhoewel zij nog altijd niks te zeggen hebben in het landelijk bestuur, staan ze wel duidelijk hoger dan de ambachtslieden dan het proletariaat. Dus wat moeten jullie doen? Jullie moeten daar op de volgende, op pagina 130, moeten jullie deze piramide invullen. Hier schrijven jullie derde stand. In de piramide zelf moeten jullie niks schrijven. En hier schrijven jullie welke stand van boven staat in het midden en daaronder. Je ziet hier zo'n afbeelding. Dat is een zeer typische afbeelding voor dat moment. Deze man hier is gestorven. En dit is zijn vrouw. En beide bidden ze eigenlijk naar een Jezuskruis dat je zich hier in het midden kan voorstellen. Achter hen zitten hun kinderen. Bij de vrouw natuurlijk de dochters. Eentje daarvan is al getrouwd. En bij de man de zonen. En je ziet hier allemaal afbeeldingen van het middeleeuwse leven. En natuurlijk kan je alleen maar zoiets laten maken als je veel geld hebt. Toch is hij niet van adel. Hij is van de kooplieden. Dus hij heeft op dat vlak veel geld vergaard. Nu, wat gebeurt er? Die ambachtslieden willen ook graag gelijke rechten en opkomen voor hun rechten. Ze willen inspraak in het stadsbestuur, want daar was dat vroeger alleen maar de adel. En de rijke ambachten en kooplieden wilden ook meer in de pap te brokken hebben. Ze wilden die ook veiliger stellen. En ze verenigen zich in gilden. Daardoor kunnen ze meer druk zetten en zijn ze ook sterker. Je ziet hier bijvoorbeeld een vrij moderne foto van de gilde van de mijnwerkers, met in het midden de heilige Barbara. Het is natuurlijk een actrice, maar de heilige Barbara, als je haar zou ingeven, zij heeft zo een lamp vast die al die mijnwerkers hier dragen. Zij is dan ook de beschermheilige van de mijnwerkers. Nu, hoe werkt zo'n gilde? Die voorzag in haar eigen regels, haar eigen bestuur, haar eigen kast en haar eigen militie, een klein legertje. Het had dus heel veel voordelen, want je wist waar je aan toe was. Je had ook een paar plichten. Je moest de erediensten bijwonen voor de heilige die bijvoorbeeld van toepassing was voor jouw beroep. Je moest zorgen voor de weduwen en de kinderen van leden die overleden waren. Er werden vaste lonen en prijzen afgesproken. Er was een kwaliteitsbetaling, bepaling en meningsverschillen werden uitgepraat. Dus een kwaliteitsbepaling is wel belangrijk, want stel je nu voor dat jij een goudsmid bent en je kan dit maken. Best mooi, een gouden ring met een edelsteen. Maar de andere goudsmid in de stad kan dit produceren. Het gaat je dan ook al gauw opvallen dat jij geen klanten meer hebt. Dus het hielp om die kwaliteit af te spreken. En misschien is deze goudsmid wel gigantisch goed in het maken van bijvoorbeeld oorbellen. En dan zouden ze zo zaken kunnen afspreken. Nu, hoe ziet dat eruit? Helemaal van boven staat een deken. Dat is geen echt deken, dat is een naam voor een persoon. Daaronder enkele meesters, dus degenen die echt hun beroep ten volle kunnen uitoefenen, die een eigen bedrijfje hebben. Die nemen wat gezellen in dienst, die mannen die op weg zijn om meester te worden en dan heel veel leerlingen. Dus ook hier zie je weer een beetje die piramidevorm verschijnen. De handelaars die gingen zich ook in handelsgilden organiseren. We hebben vorige week al gesproken van die Hanzen. Dat zijn allemaal handelaars die dezelfde producten vervoeren. Ze gingen vooral samen reizen en ze gaan dus aan- en verkoopprijs bepalen. En wanneer er dus tussen steden verdragen gesloten worden, spreken we van die Hanzesteden die je dus hier ziet. Dat is begonnen in Duitsland, maar al gauw doet België mee. En helemaal tot in Noorwegen, Zweden, Engeland, allemaal. Wat zijn nu de nadelen van die gilde? Je kan mensen uitsluiten. Het kan perfect zijn dat ik een heel goede goudsmid ben, maar om de een of andere reden heb ik een conflict met iemand en ik mag niet toetreden. Dus ik mag gewoon mijn beroep niet uitoefenen. En je kan kopers natuurlijk gezamenlijk bedriegen en ze kunnen daar niks aan doen, want ja, er is niemand anders die jouw product maakt. En handelsgilden kunnen natuurlijk mensen uitpersen, zowel hun personeel als de kopers. En ze kunnen de prijs voor hun eigen gewin opdrijven, want ja, iedereen vraagt toch dezelfde prijs. Dus als jij eist 10 euro... voor een aardbei, en iedereen doet dat, ja, dan kan het volk alleen maar 10 euro betalen voor een aardbei. En het is in beide gevallen gewoon niet zo simpel om lid te worden. Nu, dat is over het leven in de stad en de gilden. Nu gaan we naar de middeleeuwse bouwkunst, romaans of gotiek. Blader dan even naar pagina 133 en volg daar mee. We zien dat er in de middeleeuwen dat er een nieuwe stroming opkomt. We gaan van de Romaanse bouwkunst naar de gotische bouwkunst. Dat gaan we nu even bekijken. In
Wat natuurlijk opvalt in de middeleeuwen is dat er gigantische kathedralen worden gebouwd. We zien hier een voorbeeld van de Sint-Janskathedraal. En wat is er zo interessant aan dat gigantisch bouwwerk, is natuurlijk dat het in de middeleeuwen is gebouwd, zonder kranen, zonder bouwhelmen, zonder beschermende schoenen, zonder computers. Dat niet alleen. Maar dat hier, op die steunberen, zo noemen we die staken die hier uitsteken, daar zitten allemaal hemelbestormers op. En dat zijn afbeeldingen van ambachtslieden die aan deze kathedraal hebben meegewerkt. Sint-Janskathedraal is daar vrij uniek in, maar we zijn het ook elders tegengekomen. Die steunberen trouwens zorgen ervoor dat de kathedraal zo hoog kan zijn, want zij geleiden de druk dat op de muren komt te staan naar buiten. Hier zie je een aantal close-ups. Jullie moeten in je cursus, in de cursus zien jullie er de uitleg bij. Je ziet hier bijvoorbeeld een steenhouwer die aan is met zijn beitel. Na de werkdag wordt er nog al eens een pintje gedronken. Je ziet hier een metselaar. Je ziet hier een bouwmeester, dat is de architect van de kathedraal. En je ziet hier een andere gezelbouwmeester die alles aan het uitrekenen is. Wat moeten jullie doen? Wie doet natuurlijk wat? Jullie moeten op pagina 135 gaan zoeken welke ambacht wat nu precies doet. En jullie moeten de voor- en nadelen van gilden opschrijven. Ga hiervoor zeker terug in deze les of naar vorige les. Hier zie je een moderne meesterbrief, uitgereikt in 1990. Dus die gilden er leven nog altijd voort. Vooral in Duitsland, waar dus deze brief van afkomstig is. En deze is uitgereikt in Reutlingen aan Max Mustermann, omdat hij een metaalblaasinstrumentmaker geworden is. Een mondvol. Nu die bouwkunst. We hebben twee stromingen. Romaans van 1000 tot ongeveer 1200 en gotiek van 1140 tot 1500 ongeveer. Dus overlappen elkaar kort. We gaan even kijken. Deze afbeelding hebben jullie ook in de cursus. Je ziet daar de kathedraal van Berchem. Het is Berchem, het is een kerk gewoon. En de kathedraal van Tours. Wat zie je al gauw bij de Romaanse bouwstijl? Je ziet heel erg weinig ramen. En het is ook eerder laag als je het vergelijkt met dit gebouw, dat veel hoger is en veel meer ramen heeft, zeker als we opzij gaan kijken. Dit gebouw heeft heel weinig versiering, terwijl de gotische kerken bomvol versiering hangen, zowel langs binnen en langs buiten. Alles hier, dat zijn allemaal beeldjes. Denk maar terug aan die hemelbestormers. Hier heb ik gewoon een leeg dak. We spreken hier ook van rondbogen. Als je kijkt naar die raampjes, zie je dat die van boven rond zijn. Dat is een techniek dat we al sinds de Romeinen konden om raampjes te maken. Wat vindt men uit tijdens de gotiek? Dat zijn de spitsbogen. Je ziet dat deze ramen, dat deze nissen, dat die spits toelopen. Ook hier. En dat hebben we afgekeken van de Arabische bouwkunst. Want dat konden zij. Deze is ook gewoon kleiner. Niet alleen lager, maar ook kleiner dan deze. Dat moeten jullie ook allemaal opschrijven. Dus je kan hier perfect even pauzeren. Nu langs binnen dan, wat zien we daar? Zoals te verwachten zijn er veel minder ramen. Dus zien we hier een veel donkerdere, veel engere kerk, terwijl hier veel meer licht binnenvalt. Je ziet dat er hier ook gewoon ramen zijn. Hier zit gewoon glas in, of zelfs geen glas. Terwijl hier zie je de opkomst van die chique glasramen verschijnen. Dat is een techniek die men ook maar pas later kon. Je ziet hier een heel saai interieur, terwijl je hier overal versieringen ziet. Dit zijn houten versierde banken. Daar staan allemaal standbeelden, een gouden kruis, allemaal schone dingetjes langs de muur, terwijl hier is het heel saai. Deze kerk is veel lager, deze kerk is natuurlijk veel hoger, deze is kleiner, deze is veel groter. Je ziet ook weer die rondbogen en die spitsbogen verschijnen. Heel erg belangrijk, waaraan je Romaans en Gotisch ook heel makkelijk kan herkennen, zijn de gewelven. Je ziet dat je hier gewoon simpele ronde gewelven hebt. Daardoor kon de kerk niet zo breed zijn. Wel, hier zie je een kruisribgewelf. Je ziet hier allemaal ribben lopen die naar één punt gaan. Daardoor kan je hoger en zwaarder bouwen. En dat is ook een modernere uitvinding. En hier zie je zijn enkel muren. En hier zie je de verschijning van pilaren. Waardoor men dus de kerk veel groter kon maken en beter kon ondersteunen. Ook dat moeten jullie opschrijven. Nu, wat moeten jullie deze week doen? Jullie moeten je cursus aanvullen en uploaden zoals altijd. En je zal een boekwidget zien klaarstaan over die Romaanse en Gotische bouwstijl. Oefen jezelf erin om ze te herkennen. Kijk goed naar die kenmerken en veel succes!